Het programma gepresenteerd met de ideeën. Um, wij mopperen vaak uh, over het gebrek aan ideeën. Uh, nou, er liggen hier 233 pagina's aan ideeën. Uh, met name over hoe Nederland er straks uit moet zien als we uh, allerlei klimaatmaatregelen hebben genomen. Laten we even een paar concrete vragen stellen over dat leven van tegen die tijd. Uh, heeft iedereen nog een auto over een paar jaar die dat wil? Als je dat wil, ja. Maar we zorgen er ook voor dat je makkelijker met het openbaar vervoer kan, onder andere met een klimaatkaart. Dus ja. Gaat eigenlijk heel goedkoop in de uh, buiten de spits kan reizen met tram, trein, bus, metro, noem het in maar. In de daluren. Ja, ja. Mensen moeten s ochtends naar hun werk. Ja, maar ook daar zorgen we voor goed open, openbaar vervoer. Maar je ziet dat de mobiliteit gaat veranderen. Sommige mensen hebben een eigen auto, sommige mensen een deelauto. We zorgen ook voor beter openbaar vervoer. Maar als mensen een auto willen, kunnen ze een auto blijven rijden. Absoluut. Ja. Um, hebben we nog glastuinbouw? Misschien minder dan nu. Landbouw überhaupt? Absoluut. Boeren zijn een heel belangrijk onderdeel van onze economie. Is Tata stiel er nog? Niet in deze vorm. In welke vorm wel? Ik denk kleiner en op groene waterstof, want anders is er geen plek voor zo'n zware industrie. Mogen we 130 km per uur rijden op de snelweg weer? Uh, S'avonds laat. Nee, als er elektrische auto kwam, mocht mochten toch wel 130 was beloofd? Uh, nou, dat was toen we naar de 100 gingen bij de stikstofplannen, uh, ja. was dat een van de discussies toen. Ik weet niet of dat hard beloofd is. Is dat erin er ligt? Dat is nu over te <laughs> Ja. Mogen we nog avocado's eten? Ja, maar het is wel ook goed om wat meer voedsel van dichtbij te eten. Nou ja, die avocado's komen van verre. Ja. En die komen vaak per vliegtuig, meneer Jette. We hebben het even uitgezocht. 370 miljoen kilo aan avocado's komen elk jaar van buiten de Europese Unie naar Nederland. Die komen dus met die grote Boeing 747's met vier motoren eraan. Ja. Die veel herrie maken. Komen meestal s'nachts, want het is vrachtvervoer. Trillen mensen uit hun bed, zijn vervuilend, allemaal waar u tegen bent. Nou, het, het is een heel mooi voorbeeld dat laat zien dat de manier waarop we nu leven dat dat onhoudbaar is. Dat ja. je dus elke weg, dus Geen avocados meer eten, dus. Nou, in ieder geval beter nadenken over wat eet je, waar komt het vandaan, wat is een eerlijke prijs voor dat voedsel dat we dan importeren. En vooral ook, hoe zorgen we ervoor dat dingen die vervuilend zijn. of dingen die we heel veel gebruiken en die slecht zijn voor de planeet of voor de volksgezondheid. Ja. dat we daar ook een eerlijke prijs over heffen. Dus meer belasting op vervuiling, meer belasting ja. op grote vermogens- en inkomens, zodat je dat geld kan teruginvesteren in nou, echte schone alternatieven... en in de portemonnee van mensen, zodat ja. ze er meer geld overhouden.